bossen. En... En vandaag heb ik nummer 8 toegevoegd. Even te warm. Ik zie baby Leo kijken. Deze weekvlog begint een beetje random en gek, maar het is hier dus vrijdag zoals je kunt zien. En ik had niet echt verteld wat we gingen doen, dus ik dacht dat doe ik nu even. Maar ik ging dus samen met Zoe naar bij Mas en Lex, dat is een winkeltje in de Lier. Gingen we eventjes gezellig langs en hadden we heel lieve slippertjes meegekregen, echt heel erg blij mee. En daarna gingen Zoe en ik dus foto's maken, want dat hadden we echt al super lang niet gedaan. En we hadden beide weer wat fotootjes nodig voor wat samenwerkingen. En toen in de avond ging ik samen met Zoe, Dagmar, Keer en Biba, gingen we naar de Amsterdamse Zomer. Dit was echt zo onwijs leuk. Mesta, Masta, Elton Het is vandaag woensdag en ik ben net thuis uit werk. Het is nu 7:15. Ik moest vandaag heel de dag weer werken van 10 tot 6. En ik ben lekker Love Island aan het kijken. Ik ben echt helemaal verslaafd aan dat nieuwe seizoen. Is het UK of US? Ja, het is UK. Dit seizoen. Helemaal leuk vind ik het. Ik zit nu te wachten tot de aflevering van vanavond online komt. Van dan hebben ze dus de recoupling na Casa Amor. Ik denk dat het echt heel heftig gaat worden. Heel heftig. En ik zag dus ook allemaal voorstukjes op TikTok dat ze binnenkort ook zo'n movie night hebben. Dan gaan ze dus alle beelden van elkaar zien van Casa Amor. Ze zeiden dus ook op Facebook dat dit de allerergste movie night van alle seizoenen was. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, ik heb een heel goed avondmaaltje. Crackers. Met dit erop. Ik had zo geen zin meer om te koken. Maar dit is echt heerlijk. Oh my god, hier heb ik heel de tijd op zitten wachten. De aflevering dat ze terugkomen van Casa Amor. Zoveel zin in. Ik ga het nu kijken. Echt gelijk. Oh my god. Ik zit rustig Love Island te kijken. En er wordt een pakketje bezorgd van de Omoda. Ah, hier zitten mijn nieuwe schoenen in. Dus ik ga ze openmaken met jullie. Ik ben zo excited. Oh, ze zijn zo mooi. Ik zie er trouwens ook echt niet uit. Ik heb hier net een pukkel uitgeknepen. Is niet helemaal goed gegaan. Maar ik had dus weer shoptegoed gekregen van Omoda om wat dingetjes uit te zoeken. Nu heb ik een deel van mijn shoptegoed bewaard om nog eventjes te wachten tot er weer een nieuwe collectie is. Maar ik zag wel iets anders heel erg leuks wat ik heel erg graag wilde hebben. En dat zijn namelijk weer nieuwe laarzen. Ik heb ondertussen heel veel laarzen van Toral. Ik heb ondertussen al 7 paar. Heb ik er 7? Ik heb het gevoel dat ik er eentje vergeet. Volgens mij heb ik er 7. 7 paar Toral laarzen. En vandaag heb ik nummer 8 toegevoegd. Ik ben zo excited. Ze ruiken zo lekker naar leer. En ze zijn zo pretty. Het zijn deze. Hoe vet zijn ze? Ik vind ze zo leuk. Ik weet het. Ik heb echt een laarzenverslaving. Daar zeg je u tegen. Kijk. Dit zijn, ze zijn wit met groen en bruin en zwart aan de bovenkant. Ik heb ze dus wel in de maatje 37 besteld. Want 36 is mijn eigen maat. Die was weer uitverkocht. Maar ik heb dus best wel veel Toral laarzen in de 37. Ze hadden namelijk wel sample sale. En bij de sample sale verkopen ze dus alleen 37, 38. Geen 36. Maar als ik er een zoltje in doe. Zoltje van mijn Allstars. Dan passen ze gewoon perfect. Dus ik ben de moeilijkste niet. Ik heb gewoon lekker maatje 37 besteld. Hoe kan je dit niet leuk vinden? Ik vind het echt... Amazing. Dit is echt het einde. Zo blij mee. Het is toch ook helemaal leuk met zo'n denim Zara jumpsuit. Die heb ik dus laatst ook besteld. Die komt als het goed is morgen binnen. Ik zal even een fotootje laten. Zo'n kort jumpsuitje. En dan deze erbij. En dan een groene tas of zo. Ik zie dit helemaal voor me. Ik vind dit helemaal leuk. Ik ga ze bij mijn collectie toevoegen. En lekker verder met Love Island kijken. Vrijdag vandaag. We hebben net 2 video's opgenomen. Ja, het is een bolhoofd zie ik het nog eten niet altijd. Het is echt heel heet. Lekker Joe gegeten. En Joe met Zo. Joe met Zo.
Zo moet je dat noemen eigenlijk, een serie op je kanaal. Joe met Zo. Ja, dan moet je met mensen Joe de Juice gaan eten en dan dingen proberen daar. Ja, of ja, vragen en zo antwoorden. Ja, leuk. Dat is best leuk. Met Joe. Joe met en dan Zo. Moet Joe mij wel sponsoren, want... Ja, als een duur geintje. Nee, ja. Heb ik eigenlijk een huissleutel bij me? Zou ook best wel leuk zijn. Die had ik wel. Is Dagmar er? Nee, oh hier. Oh. Die is er nagels aan de doen. Zal ik dit gelijk even weggooien? If you want. Yes. Bye. Ja, ik denk dat we best wel veel ontkracht hebben eigenlijk. Ja. Maar ook wel een paar bevestigd. Ja, tuurlijk. Sommige dingen kloppen ook wel, maar... Zo zie je maar weer, je moet niet alles aannemen. Ik ben weer terug, of net terug, ik ben nooit echt weg geweest. Maar Piep die was er net eventjes en Dag natuurlijk ook, die woont hier. Maar die is nu met haar moeder uit eten. Ik zit hier op de bank, eigenlijk niet zo heel veel te doen. Ik ga vanavond eigenlijk ook niet zo heel veel doen. Ik heb wel dus dit hele leuke shirt aan. Ja, ik vind hem dus echt geweldig. Van Stieglitz. En Biba en Dagmar waren hem net helemaal belachelijk aan het maken, dit shirt. Dat ze hem zo lelijk vonden, maar Zoe vindt hem gelukkig wel leuk. Ik vind hem ook leuk, dus daar gaat het om. En ik vind dus echt dat mijn haar echt weer donkerder aan het worden is. Terwijl ik heb het nu, denk een maand of anderhalve maand geleden. Nee, een maand denk ik. Geverfd, blonder. Maar ik weet niet wat het met mijn haar is. Elke keer als ik het blonder verf, dan lijkt het voor mijn gevoel wel weer vanzelf donkerder te worden of zo. Heel raar. Maar goed. En oh my god, wat lief Zoe en ik hebben... Ibiza geboekt. Echt zoveel zin in. We gaan dus van 4 tot 8 september gaan we dus naar Ibiza om alleen maar te shooten. Mijn liefde is natuurlijk fotograaf en die wil heel graag haar portfolio een beetje uitbreiden. En we gaan dus heel veel content maken voor bedrijven. Voor bedrijven nieuwe collecties en dingetjes en gewoon mooie foto's. Dus ik heb daar zoveel zin in. Afgelopen 2 vakanties ben ik op vakantie geweest, niet heel veel foto's heb gemaakt. Wat ik eigenlijk ook wel een keer heel erg lekker vond. Om gewoon echt even te genieten overal. En nu gaan we natuurlijk gewoon echt speciaal foto's te maken. En daar heb ik zoveel zin in. Want ik heb zoveel zin om lekker veel op Insta te posten. En al die foto's. En maar het lief kan gewoon echt prachtige foto's maken. Ik ga even je account opzoeken. Ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Dat ik gewoon weet dat dat een week wordt vol prachtige foto's maken. Ik had van de week ook foto's gemaakt van Isabel. Die waren ook zo vet geworden. Kijk dan. Heel erg nice. Zo kan ik echt niet op wachten. Het is vandaag zaterdag en ik ben op werk. Ik moet vandaag werken van 10 tot 6. Ik heb even een lekker koffietje gezet. Want dat had ik echt nodig. En ik dacht misschien is het wel heel erg leuk om eventjes wat dingetjes van de nieuwe collectie Elite te laten zien. Want er zitten echt hele leuke dingen bij. Nu ook een trui aan. Die is niet van de nieuwste collectie, maar wel eentje van hiervoor. En deze broek, die heb ik echt al heel erg lang. Is van een hele oude collectie van Alex. Deze kimono, echt geweldig. Het is dus een kimono. Aan de buitenkant heeft hij dus deze kleur. En van binnen heeft hij panterprint. Maar je kan hem dus aan 2 kanten dragen. Ik vind hem echt heel vet. Het zijn wel combinatiematen XSS. Dus hij is voor mij wel een beetje groot. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En dit pak vind ik ook echt heel erg leuk. Het is een beetje een soort sweaterstofje. Dus een donkergrijs t-shirt en daar hoort dus een lange broek bij. En aan de achterkant heb je ook nog dat Alex kopje. Ik vind deze ook echt amazing, maar die broek is helaas voor mij ook te groot. Echt jammer. En deze 2 items, dit shirt, die hebben we ook in zwart. En ik weet nog steeds niet welke ik leuk vind, zwart of wit. Maar het is echt een heel leuk opdrukje wat erop zit. En deze trui is echt heel basic, maar deze trui zijn gewoon super chill. Aan de voorkant heb je dan zo'n kopje en op de achterkant... Staat dan nog heel goed Alex. En die hebben we dus ook nog in het zwart. Ook echt heel erg leuk. Maar goed, ik moet dus vandaag werken tot 6 uur. Gisteren was ik dus lekker vrij, omdat ik dus vandaag moest werken. Ik heb nog niet echt een planning voor vanavond. Ik hoop wel dat die gaat komen, want ik heb wel echt zin om wat te doen. En die meiden volgens mij ook. Want we hadden het erover dat we eigenlijk wel echt iets willen doen. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar eerst... Nee, ik moet niet in de avond niet werken. Het schijnt niet. Ik was dus zaterdag mijn camera op werk vergeten, dus die heb ik net opgehaald. En Dag en ik zijn eventjes ook de stad in geweest, want wij gaan straks baby Leo kijken. Genietje van ons, die is bevallen. En we gaan dus vanmiddag kijken en we gaan dus met die meiden een soort pakket geven. Voor Owen en Charissa, maar ook voor de baby. En voor de baby hebben we... Het was echt best lastig, ze hadden echt nergens wat leuks, maar...
dit schattige pakje met hydrofiele doekjes. Zo'n douchecapeje. Dan hebben we voor Charissa en over Charissa hebben we een fles rosé. Want dat heeft ze natuurlijk heel lang moeten missen. Twee maskertjes. Kunnen ze lekker maskertje op de bank doen samen. Terwijl ze hotdogs eten. En heeft Owen een lekkere biertje. En dan hebben we ook die krat waar we alles in gaan zetten. Heel leuk. Dus even alles inpakken. Ik ga het scherp inpakken. Oh ja. Oké. Ja, heel schattig. We hebben het cadeautje ingepakt. Helemaal leuk. En we gingen ook nog even naar de Zara. Daar heb ik dit hemdje gekocht. Dus heb ik ook in het grijs. Zit heel lekker. Ook in het blauw. En Dagmar wilde naar de Sam Friday, maar ik heb er wat gekocht. Maar je had er korting. Dus ik heb hoeveel? Ja, maar 13 euro voor die BH. Ja, wat heb ik? 20 euro betaald. Ik heb 20 euro betaald voor een setje. Nou, dat is geen geld. Geen geld, en hij is heel mooi. Kijk. Deze. En dan dit propje erbij. Helemaal één dan voor 20 euro. Nou, zo goedkoop ga je denk ik nergens tegenwoordig meer vinden. En volgens mij is dit dus ook zo'n waszak voor je BH wat ze mee heeft gegeven. Dus dat is ook handig. Oh, ik ben hier wel. Wat zo? Wij zijn dus terug thuis van het babybezoek. Dat is erg aandoenlijk, heel schattig. Nadat we bij de baby waren wees kijken, waren we met z'n mij nog eventjes wat gaan drinken. En nachos wees eten bij Scrumpy. Die was erg lekker. Oh, fantastic again. Twee leuke dingetjes. Die ga ik even aan je laten zien. Even uithalen. Ja, ik heb er allemaal producten van Look Fantastic uitgekozen. En ik heb een soort ook voor jullie een leuke kortingscode. Maar ik ga even beginnen met deze dagcreme. Want die heb ik dus gisteren en vandaag al gebruikt. En tot nu toe vind ik hem heel erg chill. Dat is deze van Fiji. De Slow Age. Want ik dacht, nou, ze zijn 23,5. Mogen we wel wat aan die rimpels gaan doen. Dus ja, vandaar. Er zit ook SPF 30 in. En het is gewoon een dagcreme voor normale tot droge huid. Nou, dat heb ik wel. En dat is deze. Het potje was wel al gebroken, maar goed, het maakt op zich niet heel veel uit. Lekkere crème. Ik heb hem nu 2 keer of 3 keer gebruikt en ik vind hem tot nu toe heel erg chill. En verder heb ik eigenlijk echt alleen maar make-up besteld. Want soms heb ik echt van die fases, dan vind ik het helemaal leuk om weer make-up te hebben. Dus vandaar. Allereerst een lippotlood van MAC. Ik raak deze echt altijd kwijt. Ik heb altijd dezelfde kleur. Ik denk als ik ze allemaal terug zou vinden, heb ik er echt maar 5 liggen. Maar ik heb dus deze in de kleur Dervish. En die gewoon net wat mooier dan alle andere. Omdat die meest met mijn eigen lippen match, denk ik. Dus die heb ik weer uitgekozen. Ik ga eventjes een make-up tasje maken met allemaal nieuwe producten erin. Want dat vind ik gewoon lekker. Dan heb ik ook nog voor mijn lippen van Clinique een Moisturizer Surge Lip. Met een plump effect. Nou, dat willen we natuurlijk ook. Gratis lipfillertjes. Deze ziet er ook nog eens heel aandoenlijk uit. Even proberen. Dus die. En dan heb ik van NARS 2 dingetjes. Ik vind NARS gewoon echt een heel mooi en chill make-up merk. Ik heb een oogschaduwpalet uitgekozen. Ik gebruik dat niet heel vaak, maar ik vind het gewoon wel leuk voor de keren dat ik het ooit wel gebruik. Kijk even hoe schattig dit lichtroze doosje. Er zitten echt hele mooie kleuren in. Dit zijn echt kleuren dat als ik oogschaduw ooit gebruik, zijn dit de kleuren die ik gebruik. Kijk nou dan hoe mooi. Oh, dat zijn hele goede kleuren. Die past heel goed bij de blauw-groene oogkleur. Dat zie ik eruit. Mooi hè? Heel goed. Ja, heel mooi. Heel mooi. Dit is de Orgasm Rising Eyeshadow Palette. En aan de achterkant staat dus ook welke kleurtjes er allemaal in zitten. Hier ben ik heel blij mee. En dan heb ik dus ook in datzelfde, ja, van diezelfde uitvoering het blush palet. Ook weer zo'n mooi roze doosje. En dit is het Orgasm Foreplay Blush Quad. 4 blushkleuren. Die is ook echt beeldig. Ik zou dan bijvoorbeeld deze als highlighter gebruiken. En dan deze 3 gewoon een beetje met elkaar mengen. Ik vind deze ook erg mooi. Een beetje dat peach. Helemaal blij mee. En dan heb ik nog 2 dingen van Laura Mercier. Deze. Als allereerst die losse poeder. Die heb ik dus ook al in het klein. Die vind ik echt oprecht. Echt heel erg fijn.
Dus die heb ik nu ook in het groot. Het was zeg maar zo'n pakketje die je dan samen kon bestellen met jouw primer. Want ze hebben dus verschillende primers die bij jouw huid passen. En er zat dan een poeder bij. En ik heb gewoon de transparante kleur genomen. Er zit ook nog een stickertje. En ik heb hem dus ook in het klein. Kijk. Dit is de mini versie ervan. Het is wel heel erg chill voor op vakantie of zo. En Dagmar heeft hem ook in het klein. Ik ben helemaal fan hiervan thuis. Even een grote verpakking. En dan heb ik de Laura Mercier Pure Canvas Primer. En deze was dan voor een normale huid. Je had dan verschillende soorten primers. Voor vette huid, droge huid. Allemaal dat soort dingen. En ik heb hem dus voor een normale huid. Want ik heb volgens mij een normale huid. En deze is ook siliconenvrij. Dus dat schijnt ook weer helemaal goed te zijn. Dus die, de lichtroze. Oh, het is draaien. Het is gewoon zo'n duut dingetje. Dus deze, allemaal nieuwe make-upjes. En dan had ik er dus ook nog een Look Fantastic Beauty box bij gekregen. Ik weet nog niet wat hier allemaal in zit. Oh. Even kijken, als allereerst een Prime Vegan, een Face Definer. Geen idee, ik denk dat dit voor onder je ogen is of zo. Handig voor die poeder. Dan zit er een heel schattig nagellak kleurtje. En een exfoliant ding voor je gezicht. Om je gezicht mee schoon te maken. En nog twee tubetjes. En dit is een primer. Ik ken al deze merken niet. Leuk. En een body lotion. Ook altijd lekker. Even ruiken. Oeh. Ik ruik echt naar een hotel. Dus dat zijn alle producten die ik van Look Fantastic weer heb gekregen. Erg blij mee. En ik zal de kortingscode eventjes in beeld zetten. Zodat jullie die kunnen gebruiken. En de linkjes ook eventjes in de beschrijving zetten. Ik vind het altijd zo lekker om van dat nieuwe make-up lekker te hebben. Waar is nou weer die ander? Oh, hier. Dit is lekker. Kijk nou ook altijd licht roze. Helemaal leuk. Ik ga het eventjes in een toilettasje doen. Al die verpakkingen weggooien. En dan gaan wij zo meteen lekker koken en rosé drinken. Want we hebben net een heel lekker rosé'tje gekocht. Of althans, ons aan laten smeren. Toch maar zich aan laten smeren. Kijk. Dus die gaan we zo meteen proeven. En lekker koken. Oké, okay, we gaan het wijntje proeven. Hij is goed van zalmkleur. Hij blijft zalmkleuren. Hij wordt niet zuur. Oké, zuur. Wat een soepkom heb je gepakt. Ja. Hij stinkt wel. Hij stinkt wel. Hij moet ook wat. Oh, ik vind het niet. Ik ook niet. Ik heb het verkeerde gekocht. Maar dit is gewoon die van de. Die hebben wij ook altijd. Dit heb je gewoon voor 5 euro bij de Albert Heijn. Is dit dezelfde? Ja. Ik ga ze opzoeken. Provence. Provence? Dit hebben we net al voor dingen gekocht. Het is wel 13% in een glas. Dat is. Maar misschien moeten we hem even koud zetten. Ja, dat denk ik. We doen zo meteen een tweede taste test. Hebben we nog ijsblokjes? Ik heb niet, hè? Nee. Nou, jawel, die staafjes. Oh, zou ik pakken? Ja. Staafjes moet je er gewoon inzetten? Ja. Maar betekent Provence niet gewoon rosé? Want dit heet Saint-Louis. Kijk. Het is wel anders. Ja, maar het staat wel hetzelfde op. Ja, maar Provence. Maar wat betekent Provence? Eet niet hier. Oh, is hetzelfde. Kan iemand ons uitleggen wat Provence hier betekent? Hier staat ook Provence. Is dat niet een merk dan? Is dat niet een streek? Oh, dat kan komt? Wel, ja. Hier, ook Provence. Ik had echt gedacht dat het echt nu de allerlekkerste rosé ooit is. Ik ook. Nou, het is minder waar.